Ik ben Herman Moeland van de firma Maurik. En de firma Maurik die start dit jaar een groot dijkverzwaringsproject. Nou zitten in dit traject zitten verschillende lagere scholen. En die heeft natuurlijk veel fietsende en lopende kinderen. Nou heeft de firma Maurik bedacht, dat is eigenlijk de maatschappelijke plicht van de firma Maurik, om de scholen te gaan bezoeken, om te laten zien hoe gevaarlijk vrachtwagens zijn. Dus wij vertellen de kinderen in de klas een verhaaltje, een theorieverhaal. We laten ze een dvd zien van Veilig Verkeer in Nederland. En dan gaan we naar buiten, daar zijn we nu dus mee bezig. En dan laten we ze in de praktijk zien. We zetten ze allemaal achter stuur. En dan laten we de kinderen achter stuur vandaan zien wat ze wel en wat ze niet zien. Maar vooral wat ze niet zien. En dan, dat noemen wij de dode hoek. En wij proberen de kinderen gedragsverandering plaats te laten vinden. Dat de kinderen zich nooit lopend, fietsend in de dode hoek bevinden. Dat is eigenlijk de doelstelling van deze les. Ik ben Matthias. Ik zit hier op 6 en ik ben 10 jaar. Eerst hebben we les gehad hoe de dode hoek, hoeveel meter afstand moeten we houden. Daarna moesten we op zo'n plaat, kreeg je een vrachtwagen. En poppetjes en fietsen. En, moest je met de vrachtwagen poppetjes naast de vrachtwagen of achterruim achter de vrachtwagen zetten. En toen mochten we, toen werden we geroepen door een mevrouw. En toen mochten we naar buiten. En toen ging ik eerst 2 meter voor de vrachtwagen staan. En daarna helemaal voor de vrachtwagen bij de motorkap. En toen daarna aan de zijkant bij de dode hoek. En toen mocht ik in de vrachtwagen. Je zag ook allemaal camera's en ook aan de cabine, aan de zijkant, zag je ook nog zo'n spiegel hangen. Ik vond het heel erg leuk en ik heb wat van geleerd. Ik ben Koen Visser, groepsleerkracht van groep 8 hier op de school met de Bijbel Strefkerk. We hebben vandaag een les gehad over de dode hoek. Dus de kinderen die hebben binnen theorieles gehad. Daarna mochten ze naar buiten bij de vrachtwagen kijken, eromheen kijken. In de dode hoek gestaan, binnen gekeken wat de chauffeur allemaal ziet. En daar ze hebben eigenlijk gekeken wat is de dode hoek en wat ziet de chauffeur eigenlijk. We hebben binnen met een bordspel gespeeld. Allemaal groepjes, allemaal een vrachtautootje, bordspel. We hebben allemaal met de vrachtwagen gereden. Situaties nagespeeld die ze na moesten spelen. En gekeken van waar sta ik veilig en waar moet ik beslist niet gaan staan. Nou, we vinden het heel belangrijk dat leerlingen dit weten. Zeker nu met de aankomende dijkverzwaring. Ze gaan natuurlijk aan de dijk werken. De school zit onderaan de dijk. Dus alle leerlingen moeten via de dijk naar huis toe. Veel leerlingen komen van verderop, dus die fietsen een eind. En ja, het is juist heel belangrijk dat ze dan weten hoe ze met vrachtwagens, waar ze mee rekening moeten houden met vrachtwagens. Ja.